Hoi, welkom bij de examentraining voor bevolking en ruimte over het onderwerp Duitsland. Ik ben mevrouw De Roo en ik neem je mee in deze training. Nou, wat gaan we doen? Je krijgt vier vragen over Duitsland. En hoe werkt het nou precies? Nou, de bedoeling is dat je zelf meedoet. En hoe doe je dat? Nou, je zet de video op pauze op het moment dat ik de vraag heb voorgelezen. Dan ga je zelf het antwoord bedenken. Die schrijf je ook voor jezelf op. En daarna geef ik het antwoord. Vind je het nou fijn om op deze manier te oefenen? Volg dan dit kanaal voor meer examentrainingen. De komende tijd zullen er namelijk nog meer nieuwe video's komen. Nou, ik ga lekker beginnen. Dus pak je blaadje en we beginnen met opgave 33. Leesbron 32. Geef twee redenen waarom veel jongeren vertrekken uit het oosten van Duitsland. Nou, wat je nu doet op je blaadje is dat je alvast twee streepjes zet. Dat je ook weet dat je twee antwoorden moet geven. Je leest zelf even bron 32 en zet de video dus hier even op pauze. Dan krijg je nu van mij het antwoord. Um, ten eerste, de eerste reden die ik jou ga geven is dat de kansen op goede banen gewoon veel groter zijn in het Westen. Een andere reden is, het wegtrekken van jongeren zorgt ervoor dat de voorzieningen verdwijnen die ook voor jongeren zijn. En vervolgens verdwijnen er dan weer meer jongeren. En een andere reden die je ook zou kunnen geven is dat de lonen in het zuiden en in het westen van Duitsland gewoon hoger liggen dan in het oosten. Nou, als we even kijken naar de antwoorden van het examenblad, dan zijn dat deze. Wil je die even zelf lezen? Zet hem dan even op pauze, want ik ga daar een plaatje overheen zetten. Om je even te laten zien, dit is een plaatje van Frankfurt. Dat is het financiële centrum van Duitsland, waar ook echt goede banen zijn. Nou, je ziet hier dat dat inderdaad dus in het westen ligt. En als je dan eens dus meer naar het zuiden gaat, dan zie je München, een grote stad, waar ook de banenkans goed is. En ook wat meer um, hoger geschoolde mensen een goede baan kunnen krijgen. We gaan verder, naar vraag 34. Rond 32 komt er opnieuw in. Dus kan je dadelijk opnieuw lezen: Veel jongeren trekken weg uit het oosten van Duitsland. Dit heeft geleid tot een brain drain. En dan komt de vraag. Geeft de oorzaak waardoor het wegtrekken van jongeren uit het oosten van Duitsland heeft geleid tot een brain drain? Nou, het antwoord daarop is dat vooral de hoogopgeleide en de kansrijke jongeren, die zijn weggetrokken. En dat vaak dus de best opgeleide mensen als eerste migreren, in dit geval dus verhuizen. Um, brain drain is dus ook echt dat mensen die dus... Um, wat meer gestudeerd zijn, dat die dus wegtrekken. Het is belangrijk dat je de begrippen goed leert hiervoor. We gaan door naar vraag 35. Lees bron 33 en de vraag is: geef de politieke reden waarom de studenten en kunstenaars pas vanaf 1990 in Prinslauerberg gingen wonen? Jij zet de video hier even op pauze, dan ga ik je het antwoord geven. Wat heel erg belangrijk is, is dat je goed kijkt naar de vraag. Dat je dus echt een politieke reden gaat geven. Er zijn allemaal andere redenen, maar die zijn misschien niet politiek. Dus jij moet nadenken: maar wat is er dan gebeurd in Duitsland waardoor vanaf 1990 de mensen daar kunnen gaan wonen? Nou, als het goed is, heb jij uit je hoofd geleerd wanneer um, de Berlijnse muur er was? Nou, die was er van 1960 tot 1989 en daarna konden mensen dus verhuizen. Deze wijk van Berlijn, die ligt in Oost-Berlijn. Dat zie je nu niet, want de muur is hier niet ingetekend. Um, maar na de val van de muur werd het dus pas mogelijk om daarheen te verhuizen. Dus op dat moment werd dat langzamerhand uh, steeds een populairere wijk. Een van de antwoorden die hier staan, die kan je geven. Dus je kan ook echt die 1989 van die uh, Berlijnse muur erbij halen. Dan de laatste vraag alweer, opgave 36. Het roergebied heeft de laatste 50 jaar grote veranderingen ondergaan. Na de herinrichting is het roergebied zich meer gaan richten op culturele activiteiten. Er zijn veel oude gebouwen omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Wat was voor de herinrichting de belangrijkste economische functie van het roergebied? Dat is het eerste deel van de vraag. Je krijgt hier twee punten voor. De tweede vraag is: geef een positief gevolg van de herinrichting? Van het Roergebied voor natuur en milieu. Het is belangrijk dat je ze op volgorde beantwoordt, want op die manier worden ze ook nagekeken door jouw leraar en uiteindelijk ook door de tweede corrector. Zet hem hier even op pauze, want ik ga je namelijk het antwoord geven. Voor de herinrichting was de belangrijkste economische functie van het Roergebied uh, de zware industrie en de mijnbouw. Dat is echt waar ze onbekend staan. Er is nog wel industrie in het Roergebied. Uh, maar door die herinrichting zijn heel veel fabrieken gesloten en is het gewoon bijvoorbeeld veel groener geworden. Um, de afvalbergen zijn opgeruimd en op die oude industriegebieden daar is dus veel groen gekomen. Ze hebben dat eigenlijk laten overwoekeren. Ik zou er zo even een fotootje van invoegen. En die vervuilende industrie, die is dus verdwenen. Dus hier zie je inderdaad eigenlijk nog de oude fabriekspijpen lopen en je ziet dat er inderdaad allemaal groen is. Uh, gekomen op de plek waar vroeger um, fabrieken waren. En hier zie je nog heel even een kaartje van Duitsland. Even voor jouw idee, mocht je niet helemaal precies weten waar het hoergebied ligt. Die ligt dus aan de grens van Nederland in het westen. En um, hier was dus heel veel industrie. En dat hebben ze nu um, ook echt omgebouwd tot um, musea, um, cultuurgebied. En daar is dus meer groen. Wil je nou meer weten over het Roergebied? Want er komt eigenlijk altijd wel een vraag over het Roergebied in het examen. Um, bekijk dan ook even de video van het Roergebied. Die zou ik even linken hieronder. Dit waren alweer de opgaves over Duitsland en bevolking en ruimte. Wil je nou nog meer video's uh, volgen? Volg dan dit kanaal door je te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je er veel van geleerd hebt. En succes uh, met de voorbereiding voor je examen.